Spits Morten Noordstrand zit niet bij de wedstrijdselectie van FC Groningen. Morgen in het bekerduel tegen Utrecht. De 26-jarige Deen heeft spier- en liesklachten. Hij trainde dinsdag ook niet mee met de groep. Morgen is hij niet bij. Dus we richten ons op de wedstrijd van Vitesse. En hopelijk is dat haalbaar. Dus het is ergens wel logisch. Hè? Want hij heeft bij Kopenhagen de laatste tijd dat hij daar zat. Eigenlijk alleen als invaller. En dan kom je maar een gedeelte van de wedstrijd in het veld. En dan kun je zien dat twee keer bijna 90 minuten was iets te veel. Groningen heeft tegen Utrecht wel een opsteker nodig. In de competitie staat de ploeg 16e met pas 1 overwinning. Ondanks de beroerde start hebben de supporters nog alle vertrouwen in Ron Jans en zijn team. He's a very good trainer, so I think the team need to work more together, you know. I think he's good. Op dit moment zitten we dan een beetje in de hoek waar de klappen vallen, maar als straks iedereen weer present is en straks ook in de buurt van de winterstop die Finse speler erbij komt, dan moeten we op een gegeven moment moet het gewoon kunnen draaien. Jans zelf ziet nog veel problemen in het team die niet zomaar worden opgelost. Op het moment dat een tegenstander de beuk erin gooit, druk zet, dan vind ik dat wij achterin te snel kiezen voor de lange bal. De bal blind naar voren. En dat wij voorin niet in staat zijn om duels te winnen en de bal vast te houden. Maar daar is geen wil, geen onwil. Dus het is ook niet zo, en ik ben er zelf ook bij betrokken, we moeten werken aan dingen. En op het moment zijn we nog kwetsbaar, omdat het vertrouwen nog niet zo groot is door de mindere resultaten. Andersson en Luciano zijn er morgen ook niet bij. Zij zijn voorlopig nog niet klaar voor een rentrée, maar lijken wel op de weg terug. Ja!